Waar zijn we vandaag? We zijn op Fort Altena tussen Werkendam en Sleewijk, waar voor het eerst Altena Rond wordt georganiseerd. En wat is Altena Rond? Dat is een wandeltocht van 17 kilometer die zeg maar door het land van Heusden en Altena trekt. Door Sleewijk, Woudrichem, de vestingstad, door de Groesplaat, dat is een natuurgebied van Brabants landschap. En een stukje over het liniepad en weer terugvoert naar Fort Altena. Altena Rond is georganiseerd voor Pink Ribbon. Pink Ribbon, een organisatie die zich inzet om borstkanker zeg maar, te bestrijden. Het geld wat bij Pink Ribbon binnenkomt, dat wordt natuurlijk besteed op het gebied van borstkanker. En we doen daar nazorg, lange termijn effecten en de behandeling. En de reden waarom wij een actie zoals dit zo belangrijk vinden, is dat nog steeds 1 op de 7 vrouwen krijgt te maken met borstkanker. En een kleine, hele kleine groep mannen ook. Maar over het algemeen krijgen 1 op de 7 vrouwen krijgen te maken daarmee. Deelnemers moesten natuurlijk inschrijven. Die moesten een tientje doneren. We hadden gezegd maximaal 500 lopers. En die 500 lopers zouden dus 5000 euro bij elkaar brengen. Maar we staan op dit moment op 65.000 euro. Al die lopers hebben weer sponsors gezocht en zijn verder gegaan als alleen maar het inschrijfgeld. En hebben daarom zo'n hoog bedrag bij elkaar gehaald. En waarom is dit doel zo belangrijk? Ja, omdat borstkanker een verschrikkelijke ziekte is. En omdat het heel veel vrouwen treft. Pink Ribbon geeft de cijfers dat 1 op 7 vrouwen borstkanker krijgt. En dat er per dag, zeg maar 9 mensen aan de gevolgen van borstkanker overlijden. Dus ja, het doel is heel duidelijk en dat is bestrijding van borstkanker. Deze actie vandaag in Sleewijk, wat vindt u ervan? Ja, het is super fantastisch. Het is echt geweldig. We hebben natuurlijk sowieso al cadeautje. Prachtig mooi weer, prachtige locatie. Maar heel veel aanmeldingen, die kwamen ook heel snel binnen. En het enthousiasme wat je hier ziet. Vanochtend ging nog een meneer zich helemaal in een soort roze jurkje kleden. Omdat zijn vrienden hadden gezegd, we willen je wel sponsoren. Maar dan moet je wel in een roze jurkje. En volgens mij heeft hij van een tafelkleed of zo, heeft hij er iets van gemaakt. Dus het zag er echt fantastisch uit. Het is geweldig hier. En volgend jaar? Ja, dat moeten we nog even kijken. Ik zeg nog niet dat we het gaan doen, maar het ruikt wel, dit succes ruikt wel naar meer. Maar ja goed, het vraagt wel heel wat. En het is ook de vraag, als je het meteen het volgende jaar weer doet, of je dan weer zo'n succes hebt. Dus we gaan of naar volgend jaar nog een keer en dan kijken wat het doet, of we gaan naar een frequentie van 1 in de 2 jaar. Maar we willen het wel een vervolg geven.